Hallo allemaal. Welkom allemaal. We gaan vandaag weer een paar caravans bekijken. En we gaan nu kijken bij Groen Caravans in Nieuw-Leuzen. Dichtbij Zwolle. En die hebben wat goedkopere instapmodellen. En op verzoek ook nog of een tip van iemand om eens de Spruit te gaan bekijken. Ja, dat is een Engelse caravan. Ja, die vind ik best wel leuk. Best wel interessant. Ik ben wel eens nieuwsgierig hoe die eruit zien. Hoe degelijk ze zijn. Wat voor indelingen, want zijn met name de indelingen wel heel erg leuk. Ja, klopt. Dus we gaan eens even rondkijken. Dat gaan we vandaag even doen. Dus we gaan zo onderweg en zien jullie daar. We zijn aangekomen bij Groen Caravans. We gaan even een rondje maken over de plas. En kijk wat voor modellen er zijn. Dus, nou, kom maar mee. Kom mee. Zo'n kleine bamboetafel die je zo op kunt vouwen, een rolletafel. Kijk, hier zit ook wel een bamboe. Dit is wel een gezellige tent, hè? Ik vind die lamp ook wel leuk, ja. Ja, leuk is zo'n lamp. Wel huiselijk, hè? Ja. Hoe vind je het kastje dan? Mooi, ja, is leuk. Heel leuk, hè? Mooi kastje. Met dit hout zo. Ja. Mooi, hè? Heel leuk, ja. Mooi. Wat is dit voor een pot eigenlijk? Die is open. Ja, dan vraag je me wat. Het is een lekker een bankje. Nou. Maar als je kan worden, dat is wel een grappig ding. Nou, kijk. Oh, die gaat zo. Dus een ook. Oh, die zit daar nog vast. Dat is een grilletje. Oh ja. Oh, die kun je opklappen. Landman. Leuk. Die kan nog stukjes opleggen. Hier zit ook een, gaatjes. We hadden ook dus een verzoek. We moesten kijken naar de Spruit, naar de Pinkerven. Die staat hier toevallig ook. Bij de groep. Kijk. Ik zie hier de LMC, Caravelair en de Spruit. Ja, en Weinsberg ook nog. En Weinsberg. Dus die kunnen we nog allemaal even gaan bekijken. Ja, maar die Spruit, ik ben wel eens benieuwd, ja, inderdaad. Ja. Mooi neus. De kleuzer. Mooi panoramadak zit erop, joh. Ja. Heel mooi. Leuk, hoor. Dus de Cruiser. Oh, die heeft een wat kleiner zitje. Wel vlakke raam. Check. Ja, en toch, weet je, en nou als je hier dan binnenin kijkt,
er is dan, hier heb je niet echt een grote tafel. Maar in feite heb je die tafel ook niet echt nodig. Je hebt hier, zou dat een uittrektafeltje zijn dat ze hebben of een losse tafel? Dat is uittrek, ja. Kijk. Nou, dat is wel mooi hoor. Nou, daar heb je toch genoeg aan. Volgens mij hebben we niet meer nodig dan zo'n grote tafel, toch? Ja, wit. Nee, dat vind ik niet. Want als jij s'avonds gewoon lekker je kopje koffie neemt, dan heb je hier genoeg ruimte. Heb je hier een laptop op wil zetten of... ik vind de bank zit wel heel erg lekker. De keuken is wel erg mooi hoor. Zo. Ja. En je hebt ook nog zo'n uittrek of zo'n klaptafel. Ja. Mooi? Ja, heel mooi. Nou, dit voelt best goed aan, moet ik zeggen hoor. Ja, toch? Ja, best wel. Ja, dat zit, hij is niet gevuld, hè? Dat is meestal zo, maar ik bedoel, hij gaat wel goed. Ik vind dat wel mooie knopjes. Ja. Oh ja, okay. Eens kijken. Nou, uittrek. Ja, dat is ideaal. Nou, de ruimte zeg, jeetje. Nou. Heel mooi. Een oventje erin inderdaad. Wat is dit dan? Dit is voor het aanrecht. Er zit hier wat opzij. Kijk. Een soort snijplank hier zo. Nou ja, die kun je denk ik aan... een afdruipen. Dan kun je hier... Het loopt wat konisch toe. Zie je dat? Ja, maar ik vind het wel heel mooi ja, dit. Een soort... mooie wasbak. Ja, maar er zit een latbodem onder, hè? Kijk, hier nog een zo, dat is een grote klep. Ruimte achter. Ja. Kijk, dat is voor de water. Ja. Voor de verwarming. Mooi. Truma kachel zit erin, zie ik. Er zit een hele watersysteem. Kun je alles aftappen en ontluchten. Oké. Nou, dat is wel handig. Heb je alles bij de hand, ja, hè? Moet je dat tafeltje kun je even inklappen. Volgens mij moet dat andere blad iets omhoog doen, dacht ik. Ja, ja, die onderste moet je hebben. Oh ja. Oh ja. Nou, dan hebben we alles bij de hand, hè? Ja, maar het is wel makkelijk als je hier zit. Ja. Vind ik dat wel heel handig. Heel leuk. Leuk die pc's, hoor. Ja. Heel mooi. Nou, het loopt wel mooi, moet ik zeggen. Ja, heel leuk. Maar dat loopt ook goed. Kijk, nou, dat hier gaat echt... Wat ik persoonlijk wat minder vind van deze Engelse caravans is dit. Dit soort dingen, die afwerking. Afwerking vind ik nooit zo heel mooi. Kijk, dat ligt allemaal een beetje los hier. Ja, moet je oppassen dat er niet wat achterhaakt. Oh ja. Oh, die gaat, die gaat net andersom open. Handig. Ja. Ja, ja, leuk hoor. Heel mooi.
Nou, je kan net staan in de douche. Het gaat net goed. Kijk, ja. Kan net een spoel dichter neer. Kun je eens even onder het bed kijken? Ja. Tapijt zet je erbij. Oh ja. Ja, kijk, dat vind ik het nadeel. Want dan blijf je achterhangen. Als je wat stokken in hebt zitten, dan. Ja, dus de afwerking weer wat minder. Hadden ze een koofje overheen kunnen maken, hè? Duitse caravans. De afwerking wat beter. Is dat beter? Mm-hmm. Het is wel een mooie achterkant. Het is één geheel. Dus als je een keer wat overkomt, dan moet je de hele achterkant vervangen. Dat is dan weer een nadeel. Ja, dat is bij de Duitse caravans is dat toch wat beter geregeld. Vaak zit het in delen. Maar we gaan even kijken in de versie met een queen's bed. Ik vind wel dat de deuropening wat smal is. Dit, een smalle deuropening. Oké. Okay. Heeft in feite hetzelfde bankje aanrecht, maar deze heeft dan een queensbed. Kijk, dat is dat afdruiprek, dat zit erin. Oké, ja. Dus eigenlijk is dit gedeelte, dit is een beetje hetzelfde als de cruiser die we zo net daar zagen, maar deze heeft dan nog weer een queensbed, dus dat is wel weer mooi. Dat is een queensbed of het was eigenlijk, hè? Of, Ja, slaapkamer of het was. Ik ben wel benieuwd hoe breed is. Ja. Nou, de breedte is wel goed. Het gaat meestal om de lengte. Je kan er net achterlangs lopen. Hier zo. Kijk, als ik hier achter sta. Het is niet heel breed, maar goed, je kan er wel zo achterlangs lopen. Tel eens op. Ja, maar dat is dus zo'n extra. Ja, dat heb je wel nodig. Ja, dit is dan wel, ja, dit vind ik wel minder. Oh, doe eens, beweeg eens. Yeah. Oh ja, nou ja. Ja, goed, je moet kritisch zijn. Het is een hoop geld voor zo'n caravan. Zeker. Proef op de zon. Nou, dat kan wel hoor. Qua lengte, dat kan wel. Want je ligt, dat zeg ik, je ligt nooit helemaal gestrekt. Matras ook goed. Ja, dat ziet er wel goed uit. Ja. De rugleuning vind ik te laag. Ja, dat is inderdaad, als ik jouw rug zo zie, is dat te kort. Ik kan niet meer volhouden. Als ik hier een dag op moet zitten, dan heb ik mijn rug... Ja, maar dan zou je er al lekker een hoge kussen in moeten zetten. Maar... Dit is een hele compacte Sprite Mondial. Oh ja, met een eindkeuken. Oh, dit is, ja, dit is een heel leuk. Dat is echt. En wat ik leuk vind. Ik vind het fijn dat je dit apart, dat je hier werkruimte hebt. Net als vroeger de oude caravans waren. Net als onze oude Classic Bianco. Je daar de wasbak en daar het koken. Laat je hier werkruimte en dan heeft dit ook. Ja, wat ik weer wat minder vind is de afwerking. Ja, dit. Dat klopt. Maar die kraan is wel weer heel fijn. Ja. Ook een ruim zit. Een Engelse couch. Met een handige USB aansluiting. Leuk hoor. 230 volt. Oh, dat loopt op het schuim wel goed. En de prijs is 28,395. Ik vind de Engelse caravan qua gewicht ook wel prima in orde. Ja, hier is hetzelfde. Hè? Die snoeren liggen allemaal los onder in de kast. Het is wel zo, vind ik altijd, als je met zo'n keuken de lakens apart hebt. Je moet altijd eerst een deurtje openmaken. Ja. En hoe ziet de badkamer eruit? De douche, of de toilet. Dit voelt ook een beetje
illetjes. Klinkt. En het nadeel is, hè, dat dit eruit steekt. Dat hebben we nu niet, want hier blijf je echt achterhaken. Ja, dat is geen magneet. Ja. Nee. Ja, wat een leuke, ja, compacte ja. Ruimte. Genoeg bergruimte, dat wel. Wat hier de bovenkastjes. Ik wou nog even kijken bij de bovenkastjes. Ja. Er zit ook een bordenrekje zit erin. Ja. Nog spullen in op bergen praktisch, kijken. Maar kijk, dat is ook weer zo'n, ja, ja, ik vind, ja, dat is een persoonlijke mening van mij. Ik vind het afwerkingsniveau nog niet super. Nee. Dan moet je het zelf al gaan afwerken, ja, met iets ervoor langs. Maar daar is natuurlijk wel een hele dure caravan voor. Ja. Het is de Cruiser. Spreit Cruiser. 535 SR. Wat is het gewicht? Het leeggewicht, dat is wel gunstig, is 1390 en je mag hem tot 1650 beladen en 1750 als optie. Al mooie bekleding, een beetje dezelfde als die andere. Keukentje is ook wel goed, redelijk. Oh ja, dat is het Franse bed. Deze heeft dan niet zo'n plastic. Nee, dat is allemaal wel dit ziet er van wel hout. Beter uit. Oeh. Ja. Kun je daar nog, die is hier opgehangen, de tafel. Die kun je daar gebruiken, maar die kun je dus ook nog eventueel buiten neerzetten. Laat jullie ook nog even de dieselbak zien van de Cruiser. Nou, en alle slangen voor het schoon water, de tank zit erin. Dus mag je tot 1700 beladen, zie ik. Zit een monocontrol zit erin. Voor mij is het standaard in deze. Ja, dit is dan wel weer wat minder. Ja, hier ook weer. De afwerking is niet super. En de gasfles moet je echt helemaal schuin in tillen. Dus de opening is vrij klein, vrij smal. Ja. Is dit zo? Oké. Okay. Wat hebben we hier? Nou, we hebben hier de caravan air. Hij is wel leuk, sportief in dat grijs. Ja, zeker. Hier met een achterkeuken. Ik vind de achterkant wel mooi inderdaad. Ja hoor. Ja. Dit is de Caravelair Spotline 410. Ja. Er zijn ander budget. Een koelkastje. Andere prijsklasse. Ja, maar dat voel je dan wel weer aan de kwaliteit. Maar ik bedoel, dat is waarvoor je kiest, hè? Absoluut. Maar een heel leuk keukentje hoor. Ja. Schattig. Gaat die klep daar achter open boven de bank? Deze. Ja? Ah. Opbergruimte. Ja. Oh, dat is een aardige opbergruimte. Nou, hier de open kast. Ja. Ja, kijk hoe die zit. Ja, nou, die zit er wel aardig goed, moet ik zeggen. Ja? Ja? Zo zien ze er ook wel uit. Dat is prima. Ja. Absoluut. Ook hoddetjes erin.
Ik vind die nisjes ook heel leuk hoor. Ja. Ja. Mooi. Ja, de verlichting is iets minder sfeervol, maar daar kun je veel wat mee doen, hè? Ja. Hier bij de ingang hebben we ook nog een kastje. Met een lichtplankje. Lopen we even achter het bed. Beetje pas op, meisje. Ja, dat is, vind ik dan wel weer een voordeel. Als je hier achter het bed kunt. Dat is toch wat makkelijker met het bed opmaken. Dan kun je toch wel even zien. Als het moet kun je er wel bij om je bed op te maken. En ik vind dit ook wel heel leuk zeg, dit. Ja. Je hebt hier leuke aflegplankjes, je hebt hier een venster. Oh, nog een raam inderdaad. Ja, dat is wel mooi. Hier kun je nog wat spulletjes, als je staat dan kun je je mandjes lekker hier zitten met wat spulletjes erin. Nou, dat vind ik hartstikke leuk bedacht. Legkast. Nou, genoeg ruimte. Toilet. Nou, ik vind dit, ik moet zeggen dat dit best wel goed aanvoelt hoor, de klink. Ziet er ook wel naar uit, ja. Ja, er zit een soort van wasbakje zit hierin. Hier zit een hendeltje onder. Maar goed, dit is wel echt plastic. Ja, dit is meer voor nood. Ja, je kan je handen wassen hier zo, maar ja. Er zit wel een douchegordijn in, zie ik, maar er zit geen douche-armatuur in. Of? Oeh, hier. Wat kijk, toch wel? Hier trekken. Oh, kijk. Ja. Het kan. Het kan. Hier heb je nog aflegruimte hierbovenop. Nou, dit kun je dan. Ja. Ik zie de watertank hieronder. En de boiler ook, hè? En de boiler zit daar. Nou, prima ruimte toch, onder het bed. Maar al met al een leuke caravan. Ja hoor, zeker. Ja. 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 Dit is de? Sportlijn, ook de sportlijn uitvoering. Ja, echt wel leuk. Ook in de rug. Ja, zo ziet hij er ook echt uit. Ja. Goede steun. Ik vind het ook een heel leuk zitje hoor. Ja, wat ik persoonlijk altijd vind, ik wil nooit naast zo'n kast zitten. Ik vind dan fijner dat, dat zeg ik, dat is persoonlijk. Ik vind dat fijner om vrij te zitten. Zit is prima. Ja. Mooi. Leuk hier met die nisjes erin. Kun je zo'n kastje open doen daar? Hoe voelt dat? Goed? Ja, prima. Ook de scharnieren. Het ziet er al prima uit hoor. Want dat is... zeker. Geen softclose. Oh, ja, wel. Oh, jawel. Nou ja, niet dat het belangrijk is. Maar ik vind dit achter jou ook zo leuk. Dat rekje daarboven. Heel schattig. Nou, je krijgt veel caravan, hè? Voor, voor een goede prijs vind ik. Absoluut. De koelkast, laat die eens maar zien. Er zit een mooie koelkast in, hè? Is dat deze? Ja, dat is deze. Oh, hij is open. Nou, dit vind ik echt super. Dit moeten ze bij meerdere caravans doen. Als je zo'n koelkast hebt. Ja, het is zo overzichtelijk, hè? Kijk, wat leuk. Je hebt hier ook nog gewoon bakjes die je erin kan hangen. En daar ook nog flessen aan die kant, hè? Links. Ja. Oh ja, god, het viel me nog niet eens op. Oh, kijk, ja, wat leuk zeg. Je hoeft het niet te gebruiken, volgens mij. Kijk, je kan het ook nog wegklikken. Ja. En dit? Kijk, bakje kun je vleeswaren of zo kunnen indoen. Nou, ik vind het superleuk bedacht, hoor. Oh, dit is ook een lade. Nou, moet je zien. Super hoor. Echt mooi. Zou dit het vriesvak zijn? Dat kan wel zijn. Ja. Want zo voelt die bak een beetje aan. Ik vind het echt heel mooi bedacht dat je dit als koelkast hebt. Je hebt genoeg ruimte om je andere spullen op te bergen. Ja, maar zoveel heb je toch niet nodig in de koelkast. Nou, ik bedoel in de koelkast. Nou, op zich, hij is ruim genoeg. De koelkast is ruim genoeg, dat bedoel ik. Ja. Maar normaal zouden mensen denken van, ja, er zit een la in, dan kan ik weer mijn andere spullen niet kwijt. Maar je hebt genoeg ruimte om je andere spullen kwijt te kunnen. Ja. Hier kun je best wel je pannen in doen. En andere spullen kun je ook bovenin opruimen. Dus ja, dat, plek genoeg wat dat betreft. Is plek genoeg. En anders moet je gewoon niet zoveel meenemen, toch? Ja. Dan moeten wij zeggen. Ja. Nou, ik vind dit best aardig aanvoelen. Ja. Moet ik echt zeggen. Ja. Heel leuk hoor. Ja.
Wat is dit van een? Oh, die heeft best een grote zuiverslag. Oh ja, zo'n hoge zuiverslag erin. Ja. Dus, dit is de Alba volgens mij. Ja, dat staat er ook. Ik denk dat dit weer een iets goedkopere uitvoering is aan de kussens te zien. En aan de prijs, kijk. Nou, keurig. Oh ja, ja, dat is een prima prijs. Ja, dat is een prijs. Even kijken wat je daarvoor krijgt. Ja, maar ik bedoel, als je maar één keer in die vakantie gaat, moet je... Ja, prima toch? Ja, dan heb je wel een leuke caravan. Oh, met een dwarsput achterin. Ja. Ja, ja. Nou, het bankje zit op zich niet verkeerd, moet ik zeggen hoor. Het is wat kort in de leuning. Maar ja, over het algemeen in de vakantie zit je toch buiten. Ja. Nog een kleine besteklade. Nog een kastje met een legplank. Ja, koelkast. En hier. Toilet. Ja, er zit ook zo'nzelfde soort bakje zitten in. Nou, leuk. Ik vind het eindkeukentje ook heel leuk hoor. Ja. Oh ja, dat is ook een mooie, met een panorama dak. Dit is de exclusie. Ja, dus denk je wat... Gas, elektra en tv. Gas, dat is wel heel fijn, want dat hebben wij ook zo'n buitenaansluiting. Ja. Beetje grijs interieur. Modern. Ah. Nou ja, als je van modern houdt, het voelt een beetje vilt, de kussens. Ja. Ja. Ja, wel heel lekker zacht. Ja, mooi hoor. Ja. Ik vind het raam wel heel leuk, het panorama raam. Nou, het zit er weer op. We zitten weer in de auto op de terugweg naar huis. Hoe vonden wij caravanbedrijf Groen? Ik vond het een hele prettige caravanzaak, moet ik zeggen. Ja. Ja, het is echt goed geholpen. Ja. Mensen komen gelijk naar je toe. Prima. Ja, maar ook gewoon lekker vrijblijvend rondkijken. Ja, dat geeft een goede indruk al, hè. Ik zeg al, als je een caravanzaak binnenstapt, dan heb je al gelijk zoiets van... Daar wil ik wel een caravan kopen. Dat, moet je, dat gevoel moet je krijgen. Nou, dat hadden we daar wel. Ja, vind ik best. Ja. Nou, ik vond ook dat ze er echt heel goed bij stonden. Ja. Zowel buiten als binnen. En de prijzen waren ook gewoon redelijk.
Ook voor de tweedehandsjes. Ja, echt, echt mooi. Het vergelijk met de vorige caravanbedrijven die we hebben bekeken, dus het zag er echt prima uit. Ja, ja. Verder geen rare beschadigingen of dat soort dingen dat we hebben gezien. Ja, precies. Helemaal niks. Nee. Ze waren echt keurig. Ja. Ja. Maar goed, het zit erop weer deze vlog. We hopen dat jullie de vlog leuk vonden en informatief vonden. Ja, en dank je wel voor de tips en de suggesties. Vind ik echt leuk om te horen. En daar hebben we wat aan natuurlijk. Ja, dus zijn er weer nieuwe suggesties en tips. Zet ze weer in het commentaar. En dan voor nu wensen we jullie weer een fijne dag. Dank je wel. Op naar de volgende vlog. Doei. Doei.